Ik verwacht eigenlijk nog helemaal niks van de reis, dus ik laat het allemaal over me heen komen. Ik vind het moeilijk om echt een voorstelling te hebben, maar ja, toch wel een stuk armer, denk ik. Ik denk inderdaad dat, dat het erg onderschat wordt. Ik denk dat mensen wel ongeveer weten hoe het gaat, maar dat als ze daar aankomen, dat ze toch de realiteit zien, dat het toch net wat anders is en misschien net wat heftiger. Kleine huisjes, mensen met weinig geld en veel vuilnisbelten. Nou, wij hebben het hier wel redelijk goed. En natuurlijk, je hoort het altijd, vind ik. Je hoort altijd zo van, oh ja, je hebt ook in andere landen, heb je gewoon, is het minder. Ik denk dat het wel ons heel erg vormt en ook ons ervaring geeft over kinderwerken en jongerenwerk, maar ook met evangelisatie en hoe we dat precies kunnen doen, want het is onze eerste keer. Dus ik denk dat we er wel gewoon echt heel veel van leren. Het thema is dan prinsen en prinsessen. Dat ze prinsen en prinsessen zijn omdat ze de koning kennen. Ik denk dat het wel heel belangrijk is dat we als team wel heel hecht zijn, omdat je ook veel dingen met elkaar gaat meemaken. Ik denk dat je wel van elkaar afhankelijk bent. Als je een keertje iets wil delen of met iemand heel veel praten. Als je er alleen heen zou gaan, zou het niet zo goed werken. Ik denk met een week kun je prima zijn en leuk met elkaar zijn. En dan zie je precies in dat groepsproces gedeelte dat je nog niet met elkaar aan de, op de vuist gaat. Ik denk dat je heel veel aan elkaar kan hebben omdat je met elkaar erover kunt praten. Je gaat natuurlijk wel vervelende dingen zien. En als je die aan elkaar vertelt, krijg je ook weer meer een band met elkaar. En ik denk dat het belangrijk is dat we bijvoorbeeld 's avonds even met elkaar gaan zitten. We hebben een soort wc, maar dat is gewoon een gat in de grond. Er zit gelukkig wel een bril op. In het begin dacht ik, oké, er komt iets uit de wc omhoog. Het is gewoon een gat in de grond. En vooral 's avonds is het helemaal niet chill. Want dan ga je erheen en je moet eigenlijk een licht meenemen. Maar eigenlijk, je ziet gewoon niks. Hier werk ik dus nu vanaf 2001. In Ternaven en ik ben in 1998 naar Roemenië gegaan. Ik geloof, dat is ook een stukje roeping. Ik geloof inderdaad dat God zegt van dit is wat ik voor jou heb. En het is ook voor mij beide kanten op. Ik groei hier geestelijk ook. Ook door de problemen heen en de dingen heen. Peter, dat is een man die woont in Duitsland. Hij is nu bij zijn ouders in Roemenië en die heeft ons geholpen met het maken van een douche. Die douchen, dan kan je ook anders weer maken. Maar hier is het zo, dan kan je die douchen, dan kan je daar drauf stijgen en die... Dat is een jerrycan op een plank en die kan je zo aandraaien en dan komt er een straaltje water uit. Je houdt water uit de put, je drinkt water uit de put. Ik zag soms ook bakken staan die regenwater opvingen wat uit dronken. Deze jongens zijn voor onze kampvuur aan het maken. Waar we een hele grote pan op konden zetten, zodat we konden douchen en daar warm water uit konden halen. Ik zou het niet altijd willen voor een week, hou ik het wel vol. We hebben een gaspitje gevonden. De kachel die gaat op hout. Als je een hout maakt, dan moet het een jaar staan. Snijden en een jaar staan. Of anderhalf. En dan kan je het verwenden. Iedere ochtend gaan Esther en Mariska hout hakken. Dan maken we vuur mee met een beetje een soort van prut. Benzineprut of zo. We zijn zaterdag en zondag vooral bezig geweest met de teambuilding. Wow, hey jongen. Ja? Je mag me best vasthouden hoor. Oh, lekker jongens. Oh, dit is zo heerlijk.
Okay. Ik geniet, jongen. Ik weet niet of je schoenen waterdicht zijn, liefjes, gaat, anders moet je even je voeten. Nou, oh, nou, dat zijn, als het goed is, maar. Merkt hij vanzelf. Moet ik nog wel meer. Ah, jongens. Nee hoor, je bent ready. Hij is wel lekker. Kom maar, handen op. Handen op. Euromintje. Ja, een Haagse euromintje. Net een hond. Oh, ik voel me. Wil iemand even mijn bouwvakkerspleet even bedekken? Ja. Knuffel weer opa was. Ik heb het eigenlijk best wel warm nu. Ja, is best fijn toch? Beetje warm water. Nou, misschien zo van onder zijn boven in loopt gewoon eens goed ver. Kim vond niet goed, dus gooit mij opzij. Lekker dan. Toen ik belandde in de schutting. Ik hoorde het. Dat vond hij leuk. Ik vond het een mooi geluidseffect. En dan moet het intrekken. Jij hebt een zaklamp, hè? Heerlijk. Ik weet niet wat je allemaal doet. Misschien even rondje rennen of zo. Je neemt ook meteen je hele hoofd mee. Ja. Bakkenbaarden. Ja, dat is makkelijk. Moet ik intrekken? Je moet even intrekken. Half uurtje. Hoe ga je dat uitspoelen? Dat weet ik nog niet. Ja, dat is ook wel goed. Twee ook een beetje schoon. Ja, zo kan hij wel. Denk ik. Je wekker gaat. Je kan de jongens wakker maken heel vroeg. Dan gaan we opstaan. We gaan ontbijten. En om 8:30. En daarna stille tijd, meestal 3 kwartier of gewoon samen praten over verschillende dingen. En daarna gaan we weer lunchen. Meestal met brood of gewoon warm eten. Lekkere kip, jongen, zelf geplukt uit deze prut. Maar het is lekker. Dat gat helemaal niet. En dan gaan we bezoeken we verschillende dorpjes of doen we kinder- of jongerenwerk. Vaak een dienst en daarna nog kinderwerk. Dus spelletjes doen, liedjes zingen. Ja, dat soort dingen. Soms niet echt ervaren. Ik vond het gewoon leuk dat die mensen zo open waren en veel glimlachten en zo. En ja, heel veel blijheid uitstraalden. Ik had dat op zich wel verwacht, dat mensen daar heel erg open zijn en heel erg blij zijn dat wij komen. Nou, die mensen die zijn gewoon hartstikke blij dat wij als Nederlanders tijd nemen voor die mensen. En het is ook echt een eer dat wij als Nederlanders bij hun langskomen en niet naar een ander. Het valt me heel erg op hoe de kinderen meedoen, dat het heel enthousiast allemaal zijn. Dat vind ik wel heel leuk. We doen een meme-stukje met een hart en over een hart. Dat je je hart met van alles kan vullen in de wereld, maar dat je uiteindelijk je hart stuk maakt. En als je hart aan God geeft, dan krijg je een nieuw hart en een nieuw leven. Onze boodschap is dat ze allemaal waardevol zijn in Gods ogen. En dat wij dat ook zijn en dat zo doorgeven. Hier bidden ze met z'n allen tegelijk. Wat ik wel heel mooi vind, omdat je dan gewoon met je eigen dingen bij God kunt komen. En dat is denk ik de bedoeling. En ze bidden hier heel erg hard. Zo hard mogelijk het liefst. Dinsdag zijn we naar Rietschu geweest. En in Rietschu was een vrouwengemeente waar ook mannen bij waren. En daar hebben we een dienst meegemaakt die speciaal voor ons georganiseerd was. We hebben gezongen en nog meer gezongen. En toen hebben een paar mensen getuigenis gegeven. En het meme-stuk was er weer met uitleg. Er komen extra mensen, bijvoorbeeld als wij in een dienst zijn. En die komen dan aan het begin voor ons. En dan hopen we eigenlijk ook iets mee te geven over het evangelie zelf. Zonder dat we aan hun vertellen van, hey, zijn we als Nederlanders en wij willen heel veel aandacht vragen.
Dat is ook leuk om bij jullie te zien. Dat je je dan allemaal verkleedt, als het ware. Netjes een rok aan doet. Ja, dat waardeer ik erg in jullie groep. Ik had een kerkje en daar kon ik nog niet met een broek ernaartoe als er geen kerk was. Dus gewoon ook door de week niet. En het makkelijkste is dan als de dominee dochters heeft die dat ook niet willen. Want dan is het in zijn eigen familie. En dan probeer ik het inderdaad wel zo nu. Dan ga ik ze nu dan even met een broek en dan de andere keer met een rok. Maar dat je dat even kijkt of dat dan werkt. En dan ga je daar langzamerhand over praten. Ja, ik probeer inderdaad te kijken van wat is echt belangrijk bij geloven. En dat moet denk ik elke generatie doen. Dat je denkt van hey, wat is echt de kern van ons geloof en hoe laten we dat zien. En ik ben heel benieuwd. Nu is het eigenlijk het tweede jaar dat ik soms in dorpjes ook discussies hoor van moet het nou wel of niet. En dat was 5 jaar geleden eigenlijk nog helemaal niet. Dus ja, ik denk inderdaad dat dat soort discussies, ja, dat is mooi om samen over na te denken. Dus je ziet als er meer invloed is en ook de leidinggevende, als die daar iets ruimer in denken, dat je dus ja, dat makkelijker al bijvoorbeeld dit soort dingen als rok of broek, ja, dat of sieraden. Dat haarverven. Ja. Ja, het is interessant dat soort buitenkant dingen dan nog zo belangrijk zijn. Hè? Ja, ik ben heel benieuwd hoe dat verder gaat. Maar dat moet wel langzamerhand. Ik bedoel, dat kan niet ineens. Maar er is nog geen kerk doet. Waar je zonder rok naartoe mag? Of in Roemenië bestaat het wel, maar in de kerken waar ik werk nog niet. Nee. En ik denk dat, ik weet niet of dat in mijn generatie nog zal veranderen. Ik bedoel, toen ik natuurlijk 8-9 was in Nederland, ging ik ook nog in een rok naar de kerk. Woensdag zijn we op een met een trekker zijn we achterin een soort bak gaan zitten met allemaal stro erin. Dan zijn we naar een berglandschap gereden en toen we daar aankwamen, dat is ongeveer 4-5 kilometer of zo. En toen we daar aankwamen, toen kwamen we daar bij een herder die had iets van 1000 schapen of zo. Die was daar dus echt ook zo dag en nacht en zei die. En ja, daar hebben we wat rondgelopen, wat lammetjes bekeken en schapen bekeken. Ja, ik had ze wel gezien, als je rijdt zie je wel schapen, maar ik kan niet verwachten dat ze echt 24 uur per dag voor de schapen zouden zijn. En ook ertussen slapen. We hadden alleen een caravan, volgens mij geen water of überhaupt eten en drinken. Maar gelukkig gewoon is de vrouw een berg verderop. Die brengt hem eten en drinken. En er stond ook een soort van, nou ja, bed midden in het weiland. Een soort kastje. Daarin een bed. Een bedstee of zo. Voor 1 persoon. En 's winters dan slaapt hij tussen de schapen. Dat is warmer. En als ze lammeren ook. Want dan moet hij het in de gaten houden.
Wat doen ze ermee? Muts maken. Mooi, ja, was gaat het. Met die op de wel echt. Hey, dood. 3 kilo. 75 cent voor een kilo. Oké. Ja. Hier, ja. Tussen een horoetje. Ja, exact. Je hebt ook schaap aan je voeten. Dit zijn alles ziek, hè? Ja, dat doet maar niet. Snap schaap. Dat is kan niet voor die prijs. Alle mensen zijn er in de volgend jaar komen we weer, hoor. Ja. Jawel. Nee, maar waar kan je dat op pizza essen? Maar we essen toch niet immer dat wat je kent? Nee, dat is het enige wat ik niet ken. Het was Roemeens, wat je niet kent. Je moet niet Roemeens eten wat je niet kent. Pizza gibt es in Holland überall. Ja. In Duitsland ook. Fastfood, McDonald's. Ja. Oh, gibt alles überall. Tim wil naar McDonald's. En ja, moet maar wat essen, was? Top. Dat is een schöne Sache. Een extreem transylvanisch eten. Ja. Allemaal de diarree zitten. Ja, allemaal de diarree. Ja. Hey. Ja, de diarree. Het was de esters. En ik. Allemaal uit eten met diarree remmen. Het enige wat je voor Tim ziet is een kamer. Dat doet wel wat. Wat is er voor Bim? Pentru biserică. Păi tata e șeful. E tata tău șeful. Și eu, eu sunt urmașul. Bobo en twee zusjes, ik weet niet hoe die heten. Lydia, hij heeft nog... Nou, ze zijn met 9 kinderen. Maar hij is een schoonzoon, geloof ik. En die zorgt dat het warm is als we 's avonds thuiskomen. Heel lief. Toen ik hierheen kwam, dacht ik, ze leven best wel arm. Maar op zich hebben ze gewoon een huis waar ze in leven. En volgens mij vinden ze het ook wel goed zo. Ik heb niet het idee dat we... Ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden eigenlijk. Ik had het me eerlijk gezegd wel meer verwacht, de armoede. Ze hebben gelukkig wel allemaal een dak boven hun hoofd. En ik ben natuurlijk in Afrika geweest. En ik had een beetje dezelfde voorstelling als dat het in Afrika zou zijn. Maar dat was het niet helemaal. Ze hebben hier gelukkig wel allemaal een steenhuis of zo. Ja, in Nederland zet je een schaapkoekjes neer en dat is het. Of soep en bolletjes. En hier was echt moeite ingestoken. En dat is wel bijzonder, want als je die huisjes zag, sommigen hebben niks. Nou, we zijn niet naar de echte mensen die echt heel arm zijn, die in van die modderhutten leven, zijn we niet geweest. Dus ja, het contrast vond ik soms wel, ja, wel groot in het verschil in. Toch wel dat je hier ook verschil hebt in arm en iets minder arm. Maar wat mij echt opvalt is dat die mensen gewoon, als wij weg zijn, maken zij hier vuur voor ons. En doen ze gewoon heel veel en ze koken voor ons. En nou ja, daar ben ik thuis niet aan gewend. Maar hier doen ze dat gewoon en vinden ze dat eigenlijk gewoon een soort van normaal. Misschien willen ze wel beter, maar ze willen niet heel graag werken. Dus ja, vrouwen die blijven sowieso thuis. Die gaan tot de 14 naar school en dan blijven ze thuis verder. En mannen die werken ook wel veel in het buitenland, dacht ik. Maar ja, dat zal per gezin verschillen natuurlijk. Nu is er wel iets van een uitkering wat mensen krijgen die heel arm zijn. En dat was zeg maar 10 jaar geleden nog veel minder. Maar nog is zo'n uitkering, denk ik, als het 50 euro per maand is. Dat is het ongeveer. En ja, dus, ik bedoel, hier is het minimumloon op het moment 250 euro. Ja, dat is gewoon niet heel veel. Saamhorigheid of zo, eenparig... de eenheid of zo vind ik hier wel erg sterk. Ja, dat vind ik wel mooi om te zien. Dat ze, ondanks dat ze hier minder hebben dan wij in Nederland hebben, dat ze ja,
echt het geloof is hetzelfde. En dat komt hier wel erg sterk naar voren. Mijn persoonlijke relatie met God heeft zich zo ontwikkeld dat ik meer wil van God. Ik wil meer lezen uit zijn woord. Ik wil meer tot hem zeggen. En ik ben er ook gewoon vrijmoediger in, merk ik bij mezelf. Dat ik tijdens het bidden, ook al zijn anderen erbij, het maakt me niet uit. Het gaat om mijn relatie met God en niet om mijn relatie met andere mensen. Dat is ook belangrijk. Maar ja, ik wil echt God daarin dienen en ook gewoon mijn hart voor hem openstellen en mijn leven helemaal geven. Ik ben op een gegeven moment wel echt geraakt. Gewoon dat je dan merkt van, ja, weet je, je bent hier voor andere mensen en je wil, ja, God aan de andere mensen laten zien. Ondertussen is God ook bezig met jou. Dat heeft me eigenlijk wel het meest geraakt. En dat kwam ook omdat het gewoon zoveel openheid was. En dat je zo dicht bij elkaar kwam. Ja, dat vond ik wel echt het mooist. En dat is een beetje raar, omdat je natuurlijk naar Roemenië gaat. En dan denkt, Roemenië is hetgene wat je gaat raken. Maar nee, ik vond dat wel echt het mooist. Ja, we worden hechter. Ik had aan het begin van de reis sowieso, dacht ik al, dat het wel leuk zou worden. Maar toch, omdat we nu wat langer met elkaar optrekken en elkaar wat beter kennen, is het wel heel erg leuk. Ik vind het zelf ook heel mooi om deze week een stuk geestelijke groei in jullie te zien. En ik denk dat dat ook de manier is waarop God werkt. Dat als je geeft, dat je ook ontvangt. Als ik zie hoe zij hier omgaat met de mensen en hoe zij toch met eigenlijk kleine stapjes hier haar werk doet en zo het geloof uitdeelt, daar heb ik echt heel veel respect voor. En dat vind ik ook heel bijzonder om te zien. Want nou ja, in Nederland, je hoorde er wel wat van, maar je wist nooit echt eigenlijk wat voor werk ze deed. En nu zie je het, en dat vind ik wel heel mooi. Ik heb nu meer een beeld bij wat Hanneke doet. En dat vind ik wel heel erg mooi. En ik zou hier echt sowieso weer terug willen komen. En ik denk dat het wel handiger is dat we voor de volgende keer misschien iets langer gaan. En dat we dan onze activiteit wat meer kunnen verspreiden over een aantal weken. In plaats van dat we nu, hadden we soms wel hele drukke dagen. Wat best wel veel energie vergt. Ja, je gaat weer een beetje terug naar de basics met het geloof. Omdat je bent thuis met zoveel dingen bezig. En hier hebben de mensen gewoon de basis. God geeft je wat je nodig hebt. Je hebt alleen maar God nodig. En dat zeggen mensen die soms helemaal niks hebben. En dat ga ik wel van meenemen. Ik ga de gastvrijheid heel erg missen. En de bergen ga ik echt heel erg missen. Vind ik echt heel mooi. En het weer is hier ook gewoon heel mooi. En ook de groep, want we zijn heel erg naar elkaar toe gegroeid. En dat vind ik eigenlijk wel heel fijn. Want in het begin was het, we kennen elkaar ook wel goed, maar ik merk nu echt deze week dat je elkaar veel beter leert kennen. En dat je echt naar elkaar toe groeit. En het mooie is dat je gewoon als je weer terugkomt, dat je dan gewoon weer bij elkaar bent. En dat die band eigenlijk niet weggaat. Maar ja, de bergen en al het andere gaat wel weg. Maar we komen gewoon volgend jaar weer.